Fijn dat u weer kijkt naar Door de Week Heen. In deze aflevering, film opgenomen in Brandenvoort, wijkhuis De Terp definitief dicht en we waren bij de consumentenbeurs in Mierlohout. Wijkhuis De Terp in Helmond Noord wordt per 1 januari 2016 definitief gesloten. Dit in het kader van het besluit van de gemeente Helmond om jaarlijks een half miljoen euro te besparen op wijkhuizen. Volgens SP-wethouder Van der Zanden was Helmond Noord in vergelijking met andere wijken ruim bedeeld. De boerderij en de kamenij blijven wel open. Er volgen geen gedwongen ontslagen, hoewel tijdelijke contracten beëindigd zullen worden. De in het wijkhuis gehuisvesten verenigingen hebben inmiddels elders een plek gevonden, aldus de verantwoordelijk wethouder. De raadsfractie van de VVD heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Dit naar aanleiding van de informatieavond die was georganiseerd aangaande de vestiging van een opvanglocatie voor vluchtelingen in het voormalige gebouw van het Carolus Borromeus College in Stiphout. De fractie wil onder meer weten of de bezoekers van tevoren zijn geselecteerd omdat niet alle omwonenden een uitnodiging hadden ontvangen. Verder was er slechts een aantal raadsleden aanwezig. Ook zet de fractie vraagtekens bij het feit dat het college uit eigener beweging een locatie aangeboden heeft aan het COA terwijl er geen verzoek lag. Oog op Helmond ging een kijkje nemen op de filmset in Brandenvoort. Onlangs zijn daar de filmopnames begonnen van Olaf en de Verborgen Poort. Dit wordt een Helmondse productie naar een idee van Mike Versteeg en vele anderen die er 2 jaar mee bezig zijn. Mike vond Brandenvoort zo'n mooie locatie dat hij daar iets mee moest. Komende maanden worden in de regio nog op tal van andere plaatsen opnames gemaakt. Kosten nog moeite zijn gespaard om hier een volwaardige speelfilm van te maken. Met behulp van veel sponsors kan deze film gerealiseerd worden. Het duurt nog even voor Olaf en de Verborgen Poort bekeken kan worden, want hij komt pas eind 2016 uit. We zijn hier in Brandenvoort en Mike Versteeg, er is hier een filmopname. Ja, een hele speciale filmopname. Daarom moet ik ook heel zachtjes doen, want hier in de achtergrond wordt Olaf en de Verborgen Poort opgenomen. En hoe kom jij daar zo bij verzeild geraakt? Nou ja, ik liep hier 2,5 jaar geleden over de Dickens Night Brandenvoort liep ik hier rond, want daar zijn we. En dit hele mooie centrum, de Veste, dat is een sprookje op zich. En toen ben ik gaan schrijven en gaan denken. En toen heb ik mijn vriend Tim erbij gepakt. Die zegt, Tim, creatief, dat is jouw ding. Kom eens kijken, want dit is echt uniek wat we hier kunnen gaan maken. Nou, met Tim en Bas Andries, onze cameraman, naar Helmond toe. En we waren meteen verkocht. Ze zeiden, een gave plek, uniek. Hier moeten we iets mee gaan doen. En zo, 2,5 jaar later, staan we hier met een crew van meer dan 40 personen. 10 tot 15 acteurs staan we hier te draaien in het hartje van Brandenvoort. En hoe voelt dat? Gaaf. Gaaf. Het is heel zwaar. En je ziet het misschien aan de oogjes. Kleine uurtjes tot middernacht laat op de set aanwezig. Maar ja, vol passie en energie. Want het is uniek als we elke avond weer zien wat voor beelden hebben gedraaid. Het is fantastisch. Gaaf. Danielle, jij bent figurant. Ja, dat klopt. Waarom? Wat is er zo leuk aan? Ja, het gewoon een keer meedoen met de film, dat vind ik leuk. Want als je gewoon naar films kijkt, dat is iets heel anders dan als je een keer zelf gewoon meedoet. Sonja, hoe ben je erbij gekomen om hier in Brandenvoort te gaan figureren? Want je komt niet uit Helmond, hè? Nee, ik kom inderdaad uit Best. Ik ben benaderd door de productie in verband met het Charles Dickens-festijn in Best. En wij hebben ook kleding en ja, zodoende ben ik gevraagd. En ben ik met een maatje van het bestuur Charles Dickens-festijn uit Best hier naartoe gekomen. Ja. En hoe bevalt het? Ja, veel geduld hebben en heel gezellig. En ja, de dingen die we kunnen doen en mogen doen is hartstikke leuk. En fijn dat we ze kunnen uithelpen. Ja. Maar wel lang wachten. Ja, heel lang wachten. En ja, de thee drinken, koffie drinken, koekjes eten, chocolaatje. En een beetje kletsen, hè? Dus dat weet je. En dat is heel erg, ja, dat is heel gezellig. Je moet er tijd voor hebben en zin in hebben, ja. Maar ik vind het gewoon ook echt leuk om te doen. Te kijken hoe werkt het op zo'n set. Hoe bewegen mensen? Wat gebeurt er eigenlijk? Wat doen ze met de entourage eromheen? Wat voor mensen komen erop af? Ik ben een mensenmens. En ik kon het waarmaken in mijn eigen
toko, zeg maar, mijn eigen kapsalon. Dus hebben we gedaan. Denise, hoe kom jij hier zo verzeild geraakt? Ik heb meegespeeld in de Call to Action trailer. En toen hebben ze gevraagd of ik ook wilde figureren in de echte film. En vind je dat wel leuk om te doen? Ja, ik heb vrij gekregen van school. En ja, dit doe je niet elke dag. Dus het is weer eens een keer wat anders. Zou je hier ook wat meer in willen doen? Het zou me wel leuk lijken. Behalve dan dat het heel veel wachten is. Ja, want dat wachten, daar vind je minder. Ja, het is een grootste deel van de tijd is wachten. En ja, het is wel verder heel leuk om te doen. Charlotte, jij bent betrokken bij de productie van Olaf. Wat doe je precies? Ik ben 3 weken geleden ben ik begonnen. En daarin productie is heel divers. Dus het regelen van locaties, spullen, mensen. En zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt, productioneel. En hoe heet dat, met een duur woord? Assistent productieleider ben ik. En dan ben je de hele dag druk bezig. Wat moet je nou zoal doen vandaag? Vandaag sta ik mee op de set om te kijken of alles goed gaat. En als een departement iets nodig hebt, dan zorg ik dat het er komt. Ik zorg mee dat de figuratie allemaal goed is. En dat het een paar keer opnieuw moet, dat het ook continu blijft. Dus als ze de ene keer van links naar rechts hebben gelopen, dat ze de tweede keer ook van links naar rechts lopen. En niet van rechts naar links bijvoorbeeld. Dus daarmee opletten. En we hebben natuurlijk kinderen op de set. Dus ook zorgen dat de kinderen genoeg drinken, niet te veel snoepen, dat ze het warm hebben en dat soort dingen. Is het leuk? Ja, het is heel erg leuk. Ja. En het wordt ook heel goed ontvangen in Brandenvoort. Dus dat is ook heel erg fijn. De figuratie die is heel enthousiast. En heel veel hebben zich voor 1 dag opgegeven. En die komen daarna nog een dag terug omdat ze het zo leuk vinden. Dus dat is heel erg leuk. En het leuke mensen om te werken. Dus het is heel erg leuk. Jos de G. uit Helmond, die verdacht wordt van het verkrachten en vermoorden van Nicole van den Hurk, heeft veel vooruitgang geboekt tijdens zijn behandeling in de TBS-kliniek. Dat vinden de psycholoog en psychiater die onderzoek hebben gedaan naar de psyche van de G. Ze hebben het over een geslaagde TBS-behandeling. Hij zat in de TBS-kliniek na een veroordeling voor een verkrachting van een wildvreemde in Valkenswaard in 2000. Hij was eerder ook al eens veroordeeld tot een celstraf voor een verkrachting. Als de G in de zaak Nicole van den Hurk veroordeeld wordt, hoeft hij niet opnieuw terug naar een TBS-kliniek. Als het aan de deskundige ligt, tenminste. In Helmond Centrum mag niet gefietst worden. Daarnaast is er een stallingsverbod van kracht. Stadswacht Helmond heeft controles gehouden in Helmond Centrum en in Brouwhuis. Na een periode van intensief waarschuwen is Stichting Stadswacht Helmond op 7 oktober gestart met het beboeten van overtreders. En in 3 weken tijd heeft Stadswacht 98 boetes uitgedeeld voor het rijden op een fiets of bromfiets in het voetgangersgebied. Opvallend hierbij is dat het aantal boetes elke week verder afnam. In de eerste week werden er 47 uitgeschreven en in week 3 slechts 18. De Stichting Multicultureel Centrum aan de Molenstraat moet aan de gemeente Helmond de ontvangen subsidie van 10.000 euro terug gaan betalen. Dit heeft de Raad van State besloten. De subsidie was bedoeld om het bezoek aan het Helmondse centrum te stimuleren. Met het geld kon de stichting het centrum inrichten. Volgens het gemeentebestuur heeft de stichting, ondanks dat daarom meerdere keren is gevraagd, niet duidelijk gemaakt of het geld daadwerkelijk is gebruikt voor de inrichting van het centrum. De stichting was het niet eens met het intrekkings- en invorderingsbesluit en is daartegen in hoger beroep gegaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens de stichting kan het gemeentebestuur de subsidie niet meer intrekken en is het geld bovendien op juiste wijze besteed. De Stiphoutse Dreef is klaar voor autoverkeer en fietsers. Dit vormt nu een tweede ontsluiting voor Stiphout. De dreef begint op de Gerwisseweg en komt uit op de kruising van de A270 bij het Ziggo-gebouw. Op allerlei manieren is rekening gehouden met het milieu. Voor de aanleg van deze weg is er bijna 1,5 hectare bos gekapt, maar er komt ongeveer 3 keer zoveel voor terug. Die is aangelegd, daar gaat een hele geschiedenis aan vooraf, maar die is vooral aangelegd omdat de verkeersdrukte in de Dorpstraat steeds groter werd. Dus toen met de wijkraad en met de hele wijk gekeken, wat is nou eigenlijk de beste oplossing voor de wijk? En niet alleen als het gaat om die verkeersdrukte op de Dorpstraat, maar ook op de ontsluiting van de wijk. Omdat die eigenlijk maar aan 1 kant je Stiphout goed uit kon rijden. En daar is deze weg eigenlijk uit geboren. En is de weg nou alleen voor auto's of kunnen er ook fietsers over? Nou, de fietsers heb ik het liefst dat die over het fietspad gaan die ernaast ligt. Een speciaal fietspad, losliggend langs de weg gelegd. Waar fietsers veilig overheen kunnen. Daar is ook goede verlichting aangebracht.
Zeker als we kijken, er zijn toch veel scholieren die vanuit Stiphout naar het Carolus gaan. En die kunnen gebruik maken van het fietspad. Maar even alle gekheid op een stokje. Ik vind het een beetje jammer dat ik zit een beetje op mijn bos en mijn bos wordt steeds kleiner. Ik hoop wel dat er nog iets aan gedaan wordt. En ik zou graag de wethouder Erik de Vries willen uitnodigen om een explanatie daarvan te geven. Bij de aanbesteding hebben wij niet traditioneel gekeken wat is nou de goedkoopste manier. En wie kan ons voor ons het goedkoopst deze weg aanleggen. We hebben daar vooral gekeken naar wat kan de aannemer bijdragen aan de veiligheid, aan de fietsveiligheid. Niet alleen tijdens de, of niet alleen na de aanleg, maar ook tijdens de aanleg. Oh shit, ja, dat kun je wel zeggen. Ah, oh, shit, ik werk meteen weg uit het oog, uit het hart. Als u wilt trouwens, kun je horen. Ja, het is wasbaar, dit van de waskeren. Dus, ik mag wel even aaien. Onder zijn kind vindt hij. Dames en heren, het is zover. Ik zou graag willen verzoeken om de wethouder en de voorzitter mij te volgen naar de ballonnenboog. En u allen ook daarbij heen. Want daar gaan we het officiële moment vieren van de opening van de nieuwe. 3. Zo, je bent wel enthousiast. Knip. Oh, ja, en nog een keer. Oh. Ik zei wel goed werk in tijd nodig. Ja. Geen idee. Oh. Ja, goed. En nog een fotomoment. En nog één. En nog één. Ja. Dat is voor jou moment. Ja. En hoe gaat binnen een paar jaar ook de Dorpstraat helemaal op de schop? Is dat dan ook nog makkelijk dat deze weg er ligt? Jazeker, want als de Dorpstraat op de schop gaat en deze weg zou er niet liggen, dan zouden we heel veel moeite hebben om het verkeer om te leiden. En met deze weg hebben we een prima omleiding. Dus het is ook een goede volgorde dat eerst deze weg is gerealiseerd voordat we de hele Dorpstraat hebben opengegooid. En dat is het traject waar we de komende maanden weer aan gaan werken. Op 3 november heeft in Hotel Westend in Helmond, terugkijkend op de eerste editie, de kick-off van de tweede editie van het Drakenbootfestival Helmond plaatsgevonden. Het Drakenbootfestival was in 2015 een groot succes. Zo'n 25.000 bezoekers genoten van het spektakel op en rond de Zuid-Willemsvaart. Voorzitter Paul van der Looy mocht dan ook 3 cheques uitdelen aan goede doelen. JIP, de kinderafdeling van het Elkeliek Ziekenhuis en de Stichting Leergeld. Het succes van deze eerste editie smaakt naar meer. Het evenement wordt opnieuw georganiseerd, maar nu 3 dagen. 3, 4 en 5 juni 2016. Gedurende het hele evenement zal volop muziek, theater en entertainment worden verzorgd. Over het terrein verdeeld komen diverse horecagelegenheden met food en drank te staan. Er wordt extra aandacht besteed aan sfeer en uitstraling. Toegang tot het totale evenemententerrein is alle dagen geheel gratis. Een 25-jarige man uit Den Bosch is dinsdagochtend 3 november opgepakt nadat hij had ingebroken in een woning aan de Pastoor Elzenstraat. Een oplettende buurtbewoner hielp de politie door het kenteken van de auto van de inbreker door te geven. De buurtbewoner belde dinsdag rond 7 uur naar de politie om te melden dat hij een onbekende auto had zien wegrijden bij de woning waar op dat moment niemand thuis zou zijn. Enige tijd later werd de inbreker in de Montgolfierstraat aangehouden. Om binnen te komen bij de woning had de dader een raam opengebroken. Zijn buit bestond onder meer uit sieraden, zo meldt de politie. Bewerkt vlees schijnt kankerverwekkend te zijn. Wat vindt u daarvan? Nou, ik eet niet veel vlees, dus. Maar het maakt mij ook niet zoveel uit. Nee. Want als u dan vlees eet? Vleeseter. Ja, dus. Maar ik hou beperkt. Dus, maar waarom? Ja, ik moet al zoveel eten. Hè? Ja. Dus dat vlees dat kan voor mij gewoon wegblijven hoor. En heeft u dan alternatieven? Nee, daar heb ik geen alternatieven voor. Tenminste, nog niet. Nog niet, maar als het in de toekomst komt, dan wil ik wel. Ja, want denkt u dat er toch wel veel troep, wil ik niet zeggen, in vlees zit? Ja, daar zeggen ze van altijd. En daar zeggen ze ook van kippenvlees. Dat dat zo gezond is. Maar ja, je hebt ook de vorige griep. Dus ja. Dus dat is ook niet zo geweldig. Dus eigenlijk moet er niks meer eten. Ik eet het toch gewoon. Ik ga er niet anders om eten, zeg maar. Nee, u bent niet afgeschrikt nu? Nee, dat niet. Nee? Nee.
Je gaat gewoon een rookworst bij de boerenkool eten? Ja. Ja, vind ik lekker. Ja, ja, dat blijf ik hetzelfde doen. Dus ja. Ik kan bijna niks meer eten. Eén jaar is het gezond en het andere jaar is het dus ja, kankerverwekkend. Zoals zoveel, ja. Maar gaat u nu minder vlees eten? Nee, ik ga er niet minder van. Maar ik eet het al niet veel verpakt, ja, bewerkt vlees, zeg maar. Nee, ik eet het wel ooit, maar heel weinig. Dus mocht het een keer voorkomen, u eet het gewoon op? Ja. Ja, 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 ik eet het wel. Ik heb het ook wel bij me. Jawel, toch wel. Dank u wel. Want ze hebben overal wat waai op. Dadelijk mogen we niks meer eten of drinken. Dus nee. U trekt zich er eigenlijk niks van aan? Nee, nee, echt niet. Je gaat gewoon door met eten en drinken. Juist, juist. Leven is veel te kort om alles maar te laten. Dus nee, echt niet. Ik kan het echt niet zeggen, want ik heb zelf kanker gehad, dus een paar jaar geleden. Maar let u dan nu op uw voeding? Ja, ik let altijd op mijn voeding. Altijd verse groenten, altijd verse soep maken, nooit pakjes of potten. Maar je weet het niet, hè? Maar afwachten dat het maar niet meer terugkomt. Nou, dat sowieso. Ja, dat is waar. Maar ja, het is, ik heb goede hoop dat het allemaal weg is. Dus, maar denkt u dat het ook wel aan voeding ligt? Ik denk het niet. Maar ja, ik heb wel bewust voor alles gekozen, dus ja, dat krijg ik nog. Ja, niet prettig natuurlijk. Maar er gebeurt, ik denk, heel veel dingen met vlees en onze etenswaren waarvan wij, denk ik, 80% niet weten. Dus ja, ik denk dat je zelf heel goed moet opletten met de materialen of de spullen die je koopt. En doet u dat ook? Ja, ik ga wel kijken. Ik heb 3 kinderen en ja, soms is het snel, maar als het even kan, ja, let ik daar wel op. Ja. Alleen je weet niet wat alles betekent. Dus als er te veel rare dingen op staan, denk ik, laat maar zitten. Ja. U denkt er dus wel over na, maar eet u nog wel gewoon vlees? Ik eet wel vlees. Ik let wel op met wat, hoe het eruit ziet. Of naar een gespecialiseerde slager die je kent uit de buurt, waarvan je vertrouwen hebt. En dan koop je een keer wat duurder vlees en wat minder. Dus ook voor iets vervangends of alleen vegetarisch of een beetje dat idee. Dank u wel. Bewerkt vlees schijnt kankerverwekkend te zijn. Wat vindt u daarvan? Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik direct. Waarom? Dat komt me nooit. Niet de mensen, soms wel, maar meestal niet. Ik koop nooit een knakworst of rookworst? Nee, ik ook niet. Een rookworst kennen we doen, een klein stukje, maar nooit een half of een hele of zo. Nee, nooit. Want u denkt dat, dat het echt wel kankerverwekkend is? Ja, als je die berichten allemaal leest en hoort, dan ga je dat geloven. En ik ga er wel een beetje mee, ja. Boah, dan kun je niks meer eten, hè? Dus. Eet u nog wel vlees? Oh ja, lekker. Let u dan wel op van wat voor vlees het is? Nee. Ik eet waar ik zin in heb. En u, meneer? Ja, ik ook. Ik kijk er niet naar wat ik eet. Maar wat vindt u er nou van dat het nu weer zo speelt? Dat het schijnbaar kankerverwekkend is? Ja, maar ze hebben overal wat over te zeggen, dus. Ja. Trekt zich er niet zoveel van aan? Nee. Nee, dan kun je met gemak helemaal niks meer eten. Nee. Ja, ik vind dat wel akelig. Want wat moet er dan nou voor te eten? Want het is allemaal bewerkt. Dus dan heb ik zoiets van, ja. Maar koopt u het? Ja, ik doe het wel, ja. Dus u eet het eigenlijk ook? Ja, ik eet het wel. Maar ja, als je alles na moet gaan, dan kan de onderhand niks meer eten. Hè? Want het is in de groente en de fruit en het vlees en ja, maar alles. Dus dan denk ik, ja, wat moeten we dan? Ja, wat zouden we moeten doen? Ja, de hele week rijst en pasta met een of andere wokgroente eronder. Ja, dat vind ik ook niks. Hè? Geen oplossing dus? Nee, voorlopig nog niet. Dank u wel. Graag gedaan. Doei. De consumentenbeurs in Mierlohout is weer achter de rug. Een groot aantal standhouders van allerlei aard prezen daar hun waar aan. Deze beurs, die vrij toegankelijk is voor jong en oud, werd net als andere jaren weer druk bezocht. Ik
Ik ben sinds 1,5 jaar sportmasseur. Heb ik mijn diploma gehaald, een 1-jarige opleiding. Daar heb ik heel veel geleerd over spieren en blessures en trainingsleer. En ik ben nu bezig om mijn praktijk cliëntenkring op te bouwen. En dan is deze beurs is daar natuurlijk de perfecte gelegenheid voor. Want ik heb hier hele goede contacten. Ik heb nu weer zo'n 15, 17 afspraken gemaakt met nieuwe cliënten. Dus dat is natuurlijk geweldig. En de mensen reageren enthousiast. Want er komen zeker nog meer afspraken uit. Want er zijn diverse die hebben gezegd dat ze zeker gaan bellen voor een afspraak. En deze beurs is erg interessant. Ja, je krijgt contact met mensen. Wij zijn dit jaar voor de 21ste keer organiseren we deze beurs. Dat doen we met een vrijwillige beurscommissie. Mannen 5 zijn leden van OVMH Mierlehout. En we proberen gewoon de consument dichter bij de ondernemer te brengen. En eigenlijk is deze beurs één grote winkel of onderneming, zo moet je het zien. Waar gewoon de mensen binnen kunnen lopen en hun vragen kunnen stellen. En die ondernemer die wil graag zijn producten presenteren natuurlijk. En ten einde om de rest van de week die klant in zijn winkel te krijgen of de schildersbedrijf of als maar net hoe het uitvalt. We hebben een 65-tal ondernemers staan en we organiseren ook een modeshow. Die is nu ook weer aan de gang op de achtergrond. En dat doen we 3 keer per dag, vandaag en morgen. We proberen zo onze ondernemers actief in contact te brengen met de klanten. En alleen in 20 jaar, dus daar zijn we erg blij mee dat we dat nog steeds van de grond af krijgen. Het is wel een flinke organisatie, maar het lukt elk jaar. Dus dat vinden we wel leuk. Wij zijn hier van het Grootse Borromees College namens onze jeugdonderneming Sopies BV. Dan kopen we bij een groothandel bruisballen in. Dat zijn ballen die in een bad stopt en beginnen te bruisen. En verkopen ze op markten. De helft daarvan de opbrengst aan het goede doelen. En het idee is eigenlijk dat je dat als profielwerk zou doen. En daar veel leren voor de administratie. En ervaring op doen in eigenlijk een klein bedrijfje opzetten. En dat is het idee van het jeugdonderneming. Dat ze leren van ja, een klein bedrijfje. Dus hier zijn ook andere ondernemingen. Eentje die armbanden verkoopt en sleutelhangers, flessen en nog een paar andere. Maar liefst 300 personen hadden zich ingeschreven voor de Halloweentocht door speeltuin Leonardus en de Wijk. Naast het spelen van leuke spelletjes hadden veel bewoners uit de Leonardusbuurt hun tuin schitterend en monsterachtig aangekleed. Omdat Halloween in Brandevoort niet doorging, waren er tal van deelnemers uit die wijk naar de speeltuin gekomen om daar Halloween te vieren.